Nou, welkom allemaal. Aardig clubje zo bij elkaar. Ik zie een hoop bekende gezichten. Ik ga vandaag wat vertellen over hygiëne in de brouwerij. Ik heb geen heel vast verhaal. Ik heb een aantal slides. Aan de hand daarvan wil ik samen met jullie daar doorheen gaan lopen. Om ook eens een beetje te proeven van ja, wat zijn nou eigenlijk de dingen waar jullie tegenaan lopen. En waar je graag wat meer van zou willen weten. Want ik kan wel een heel interessant verhaal voor mezelf gaan houden, maar daar hebben jullie helemaal niks aan. Ik ben samen met mijn collega Anthony, die bedient de knoppen. Dus als ik af en toe wat roep, dan is dat naar hem toe om eventjes door te gaan. Dus volg me. Kleine agenda, een aantal punten, een stukje introductie, een stukje waarom we reinigen, verschillende soorten reinigingen en verschillende soorten chemie. Een stukje engineering, dat komt er ook bij kijken. Service en support en op het einde kunnen nog vragen gesteld worden. Als er tussendoor dingen niet duidelijk zijn, geef het aan, dan kunnen we gewoon vragen beantwoorden. Allereerst even mezelf introduceren. Ik ben Wesley Aarsen. Ik heb levensmiddelentechnologie gestudeerd aan de HAS Den Bosch. Met specialisatie dranktechnologie en zuiveltechnologie. En daarmee heb ik meer dan 14 jaar bij diverse brouwerijen gewerkt. Vandaar dat ik ook een aantal bekende gezichten hier zie. En sinds november vorig jaar ben ik bij Diversi aan het werk als technisch accountmanager. Waar ik diverse brouwerijen en zuivelklanten mag bedienen. Diversi, misschien niet bij iedereen bekend. De meeste kleine brouwerijtjes werken met een grote collega van ons. Maar Diversi is een wereldwijd bedrijf. Wij zijn van gelijke grootte als die andere speler. Ongeveer 8700 medewerkers wereldwijd, 65 kantoren, 27 magazijnen, 16 fabrieken. En dat is ook voornamelijk geconcentreerd in Europa. Daar zijn wij heel sterk. Hier onze productielocaties, daar zie je ook dat we in Europa dus best een aantal locaties hebben, waaronder eentje in Nederland. Dus wij zijn vrij lokaal en er wordt daar gelijk gewezen. Ja. Wij zijn sinds september dit jaar samengegaan met Solenis. Dat zegt waarschijnlijk helemaal niemand iets. Ik had er ook nooit van gehoord totdat ik er in het werk mee te maken had. Solenis is een hele grote partij in waterbehandeling. Dus dat is ook een nieuwe tak die wij erbij hebben gekregen. Wij gaan ons ook bezighouden met waterbehandeling. En denk dan aan ketelwater, proceswaterbehandelingen, koeltorens van Pasteurs. Ja, dat zullen dingen zijn waar jullie wat minder mee te maken hebben. Maar ja, in de industrie kom je dat ook heel veel tegen. Dus ook op dat vak hebben wij een hoop kennis in huis. Naast brouwerijen hebben we ook een aantal andere sectoren waar we in thuis zijn. Dus een stukje horeca. Daar is mijn collega Anthony weer wat meer bij betrokken. Ik zit echt meer in de industrie, dus ik kom bij de grote bedrijven. Maar we komen ook heel veel in keukens, horeca, retail, ziekenhuizen, noem maar op. Dus we hebben een heel breed pakket aan kennis en producten om in te zetten. Nou, nog een mooi verhaaltje over ons doel. Ik denk, dat kunnen we denk ik wel skippen. Waarom gaan we reinigen? Ik denk als ik dat hier aan iedereen ga vragen, dat ik diverse antwoorden krijg. Maar de belangrijkste redenen, dat is microbiologisch. Zeker in een brouwerij, we zijn bezig eigenlijk om een product gecontroleerd te bederven. We maken wort, daar gaan we gist bij doen. Die gist gaat het bederven tot bier. Maar we willen alleen dat die ene gist dat doet. Er mag niks anders bij komen. Nou, daarvoor moet de apparatuur en de omgeving heel schoon zijn. Daarnaast kunnen zich ook neerslagen gaan vormen. Denk aan een wortkoeler waar je hete wort doorheen gaat, die wordt gekoeld. Als je die daarna gaat reinigen, dan komt er een hoop bruine zooi uit. Want de eiwitten uit de wort gaan neerslaan in die wortkoeler en gaan zorgen voor vervuiling. Die wil je daar achteraf weer uithalen. Als je wisselt van een product, je hebt bijvoorbeeld eerst een heel licht bier, daarna een heel donker bier maken, dan wil je niet dat die kleur met elkaar gaat vermengen. Dus je wil dat de apparatuur tussendoor weer in een beginfase komt zoals die ooit, als het goed is, geleverd is. En om te voorkomen dat je productie moet stoppen, dat zijn uiterste gevallen, maar dat de apparatuur dicht gaat zitten, noem maar op, door vervuiling die daar optreedt.
volgen. We hebben verschillende soorten vuil. Dat is ook wel belangrijk om te weten, want als je niet weet wat voor vuil je hebt, weet je ook niet hoe je het eruit moet halen. Want er zijn verschillende middelen die vervuilingen eruit halen. Dat is grofweg onder te verdelen in organisch en anorganische vervuiling. Organische vervuiling hebben we het over vet, eiwitten en zetmeel. Dat zijn allemaal stoffen die we tegenkomen eigenlijk in het brouwhuis. Dat komt voornamelijk uit de mout. Dat is organische vervuiling. Dat gaan we met alkalische producten verwijderen. Dan hebben we ook nog anorganische vervuiling. Zoals kalk of in een brouwerij biersteen. En roest. Nou, roest willen we al helemaal niet zien. Maar kan ook wel eens voorkomen. Wil je ook weer verwijderen. En dat gaan we verwijderen met zure producten. Nou, hoe zit zo'n reiniging dan in elkaar? Er zijn 4 factoren die eigenlijk bepalen hoe effectief een reiniging is. En die worden weergegeven in een cirkeltje met 4 vlakken en dat heet de cirkel van Sinner. En die 4 factoren, dat zijn de contacttijd, de chemie, de mechanische actie en de temperatuur. Nou, een aantal spreken voor zich. Maar uiteraard de contacttijd is de tijd dat het middel contact heeft met het vuil. Hoe langer dat is, hoe effectiever. Uiteraard zit aan alles een optimum. Dus een hele korte tijd werkt niet, maar een hele lange tijd wil ook niet zeggen dat dat heel veel beter is. Er zit ergens een optimum. Datzelfde geldt ook voor chemie. We kunnen een scheutje ergens van erin doen of we kunnen een hele kan ingooien. Wil niet zeggen dat het met die hele kan schoner wordt. Ook daar hebben we een optimum. Mechanische actie is denk ik voor de meesten een beetje een vreemde term, maar dat houdt eigenlijk in de kracht die er gezet wordt. Dus stel je voor, je gaat met een schrobber de vloer schrobben. Hoe harder je schrobt, hoe effectiever je aan het reinigen bent. Dat geldt ook bijvoorbeeld voor een pomp die aan het rondpompen is door een leidingssysteem. Hoe harder die pomp pompt, hoe meer actie er is, hoe meer er gereinigd wordt. En uiteraard de temperatuur. Als één van die vlakken verandert qua grootte, moet de rest mee veranderen. Dus als we de concentratie chemie bijvoorbeeld omlaag brengen, dan moet je dat compenseren met een hogere temperatuur of meer mechanische actie of een langere tijd. Of allemaal, afhankelijk hoe ver je buiten het optimum van een vlak komt te zitten. Tot zover duidelijk? Dan gaan we naar de volgende. Heb ik hier een aantal voorbeelden van wat verschillende soorten reiniging, waarin je dus ziet dat die cirkel, die vlakken niet meer gelijk verdeeld zijn, maar zich op een andere manier gaan verdelen. We hebben linksboven een sipreiniging, daar komen we veel mee in aanraking in een brouwerij. Een geautomatiseerd systeem, je gaat rondpompen door een tank, door een leiding, om te reinigen. En daar zie je dat temperatuur, chemie en contacttijd een grote invloed hebben. En mechanische actie is daar een stuk minder, omdat ja, het is alleen maar de vloeistof die het contact maakt met het vuil. Je gaat er niet zelf met een borstel doorheen. Dus ja, je hebt daar gewoon niet heel veel mechanische actie. Dus dat zal altijd opgevangen moeten worden met die andere 3. Bij bijvoorbeeld de schuimreiniging, waar je alles gaat inschuimen, daar zie je dat dat schuim, dat bruist, dat borrelt, dat wordt er actief opgespoten, wordt misschien ook nog geschrobd. Heb je meer mechanische actie. Je hebt een lange contacttijd, want je laat het schuim er een lange tijd op zitten om in te werken. Een lage temperatuur, want het gebeurt bij omgevingstemperatuur. En ook een wat lagere chemische werking. Nou, hoge drukreiniging zie je dat het voornamelijk mechanische actie is, want dan ga je echt met een spuit kracht zetten. En een handmatige reiniging zie je ook weer meer actie, omdat je met de hand druk bezig bent om het vuil te verwijderen. Dit zijn een aantal voorbeelden. In de praktijk is natuurlijk elke situatie anders. Maar hiermee krijg je wel een idee wat nou het verschil is tussen verschillende type reinigingen en wat je aan het doen bent. Volgende. Nou hebben we ook nog de samenstelling van de reinigingsmiddelen. Wat ik heel vaak tegenkom in een brouwerij van gewoon een kannetje loog en een kannetje zuur. Ja, maar daar zit veel meer in dan alleen een beetje loog en een beetje zuur. In ieder geval bij ons. Wat je dus ook ziet, verschillende stoffen hebben verschillende werkingen op type vuil.
Als je kijkt linksboven, de alkalische producten, wat vaak loog genoemd wordt, die zijn heel sterk op eiwitten, vet en zetmeel. Dat zijn dus de organische vervuiling. Zijn weer heel slecht op het gebied van kalk en andere mineralen. Je ziet daaronder oppervlakte actieve stoffen en de sequestranten. Die zijn juist ook op het gebied van kalk weer effectiever. Dat zijn bijvoorbeeld stoffen die dus ook weer in zo'n alkalisch product verwerkt kunnen zijn. En die kalk gaan binden en ook wat meer de anorganische stoffen meenemen. Waardoor dat dus niet alleen een kannetje loog is, maar veel effectiever werkt dan alleen die alkalische component. Dan hebben we nog de zuren. En daar zie je weer dat die heel sterk zijn op kalk. Dus op het moment dat je echt een hele zware vervuiling hebt van biersteen of van kalk, dan zal er echt met een sterk zuur gereinigd moeten worden. Maar de middelen zijn altijd een mengsel van verschillende stoffen om een zo optimaal mogelijke werking te geven. Er zijn dus ook heel veel verschillende reinigingsmiddelen in de wereld te krijgen die allemaal een andere samenstelling hebben. Wij komen er in de brouwerij niet zo vaak mee in aanraking. Ik ben ervan geschrokken hoeveel er zijn toen ik bij de Versie kwam werken. Echt honderden verschillende producten. En allemaal voor hele specifieke toepassingen. En soms kan net even een ander product toch even een vervuiling weghalen die je normaal niet wegkrijgt. Ik heb ook een aantal voorbeelden om dat te laten zien. Want dat is altijd veel interessanter dan alleen maar een verhaaltje. Wat ik even wil laten zien is hoe je de concentratie van loog kan bepalen. Vrij simpel. Ik denk dat dat iets is wat zeker bij kleinere brouwerijen best interessant kan zijn. Dure apparatuur is er meestal niet om dat te bepalen. Maar dat kan ook op een vrij simpele manier toch gemeten worden. Ik heb hier drie glazen met alleen water. Dan ga ik even drie concentraties aan toevoegen. En dan kan ik even laten zien hoe je dat vrij simpel toch kan meten. Nou ja, eigenlijk de hoeveelheid product die erin zit. En dit is niet alleen loog wat ik hier heb toegevoegd. Dat is een compleet reinigingsmiddel wat wij hier geleverd hebben. En daar zitten dus ook andere stoffen in dan alleen die loog. Maar die kan je heel simpel met behulp van een geleidbaarheidsmeter. Dit is een wat luxere uitvoering, maar er zijn ook een stuk simpelere te krijgen. Die hang je erin. En die gaat een waarde geven. Je moet zich even stabiliseren. En als het goed is, heeft Anthony daar een heel mooi productinformatieblad van. Op het productinformatieblad hebben we de geleidbaarheid staan tegenover de concentratie. Er zit altijd een kleine afwijking in, want wat geleidbaarheid meet is opgeloste stoffen in water. In kraanwater zit altijd iets van opgeloste stoffen. Maar je zal zien, het komt aardig in de buurt. Want 1%, dat is de oplossing die ik hier gemaakt heb, dat zou 13,1 moeten zijn. Nou, we meten hier 14,5. Dat kleine verschilletje, dat komt dus uit het water. Als ik dan naar een dubbele concentratie ga, het zou 2% moeten zijn. Nou, moet hij zich even gaan aanpassen. Nou, hier meet ik nu 31. Die zou op 25 moeten zitten. Maar ook daar geldt weer, die stoffen uit het water, die vertroebelen een klein beetje. Maar hiermee kan je wel heel makkelijk, heel snel bepalen hoeveel zit er nog in. Als je reinigingsmiddel hergebruikt, wat heel goed kan met dit soort producten, wil je ook weten, ben ik nog op sterkte? En je kan wel even met je vinger een beetje voelen. En dan gooi je er nog maar wat bij. Maar uiteindelijk op jaarbasis kan je ook best veel besparen. Als je gewoon af en toe eens een keer wat meet en dat je erachter komt van, oh, eigenlijk zit ik al goed. En ook
overdosering kan je daarmee voorkomen. En 3% werkt goed, 5% werkt net zo goed. Die 2% zijn weggegooid. Dus op jaarbasis kan dat best veel zijn. Dus het is best interessant om zoiets te kunnen bepalen, te kunnen meten, dat je weet waar je mee bezig bent. Wat ik ook nog even wilde laten zien. Ja, tuurlijk. Daar schiet mij een paar vragen binnen. De eerste vraag. Als je gewoon je meter in water houdt, dan heb je die vergelijkbaarheid daarvan. Kun je dat dan gewoon tellen bij of ja, ongeveer. Het water varieert natuurlijk ook wel eens een beetje. Maar kijk, als jij weet van nou, mijn water zit altijd tussen de 10 en 15, ik zeg maar wat. Ja. Nou, als je dat dan eraf haalt, maar je ziet ook het verschil tussen 1 en 2% is best groot. Ja. En dat meetverschil zou je niet gaan. Maar als je nou die bloog al ergens een keer voor gebruikt hebt, ik heb er bijna een doorgespoeld, ik denk kan ik hem nog gebruiken. Stel, er is wat vervuiling meegekomen, wordt dat ook meegemeten? Wat je hiermee meet is de totale concentratie. Waar je met deze producten wel op moet letten, is natuurlijk, er mag best wat vervuiling in zitten. Als er echt vaste delen in zitten, die wil je niet hebben. Want dat, ja, dat kan gewoon in je systeem blijven hangen. Maar verkleuring aan die loop, dat maakt helemaal niks uit. Dat doet niks. En dan kan je met deze meting toch best snel bepalen van zit ik nog goed. En dan kan je altijd zeggen van nou, ik doe toch 0,5% extra voor de zekerheid. Maar het scheelt denk ik heel veel weggooien. Omdat je hiermee wat meer weet wat je doet in plaats van ik vertrouw het niet, spoel maar weg. En dan een hele Nederlandse vraag, hoe kost dat? Vertrouwen kost dat? Ja, deze is vrij prijzig, ja. Maar dit is nogal een luxe uitvoering. Maar er zijn ook goedkope AliExpress versies te krijgen. Die zijn goed genoeg voor wat je hier doet. Ja, ik durf er geen exacte prijzen voor te noemen, maar dat kost niet de wereld. Dat zit een beetje in dezelfde orde van grootte als een pH-meter. Het is ook heel... Ja, dan heb je echt al een goede. Dus ja. En het is ook voor jezelf gewoon, het is een bevestiging van wat je aan het doen bent. Ik zag nog een hand. Nee, ik had dezelfde vraag. Wat jij oplost met je secondant. Of dat niet de meting beïnvloedt waar die een hogere gelijkbaarheid geeft door de troep die ik uit mijn paardenschoener haal. Nee. Omdat hij meet opgeloste zouten. En als het goed is, ben jij geen zout aan het oplossen met je reiniging. Misschien een klein beetje. Dus het kan een klein beetje. En wat kalkneerslag die meekomt, kan een klein beetje verdroebelen. Maar dat geeft geen dermate grote afwijking dat je dat niet meer ziet. Wilde ik nog wat anders laten zien. Ik heb hier kraanwater. Daar zit kalk in. Oh. Maakt de temperatuur nog uit? Ja, kijk, dit is bij 25 graden. En als je een andere temperatuur gaat stellen, dus pH, gaat je glijdbaarheid ook wat veranderen. En je hebt meters die er zelf voor compenseren en andere niet. Dus het kan zijn, als je, zeker bij goedkopere meters, die zullen dat zelf niet compenseren. Ja, dan moet je even een monstertje pakken, terugkoelen. En dat is sowieso altijd voor een meter beter om bij een lage temperatuur te meten, gaat hij langer mee. Ja. Dit is leidingwater. En ik heb hier demiwater. Van allebei evenveel. Ga ik bij allebei evenveel van het middel toevoegen. En dan kan ik meten hoeveel van de kalkbinder er nog in zit. Daar hebben we een indicator voor en die gaat verkleuren zodra alle kalk verdwenen is.
Dit zou ook iets kunnen zijn wat je relatief simpel zelf kan doen. Niet per se de hoeveelheid bepalen, maar in ieder geval aantonen of er nog een vrije kalkbinder aanwezig is. En zo niet, zou je er wat nieuw middel aan toe kunnen voegen. Ik heb hier een reagent die gaat het wegreageren en dan zul je zo meteen zien dat de kleur omslaat. En nou wordt hij paars. Nu heb ik bepaald hoeveel er nodig is om de rest van de kalkbinder eruit te halen. 18 klikjes. Dat is het leidingwater. Dat is dus de hoeveelheid kalk die in het leidingwater zit, die door dit product gebonden wordt eruit gehaald. Als je alleen met loog zou reinigen, zou die kalk zich allemaal kunnen gaan afzetten in jouw systemen. Waardoor je daarna met zuur alsnog de kalk weer moet gaan verwijderen. Als je dus met een product als dit werkt, waar zo'n kalkbinder in zit, en je hebt alles onder controle. Dit gaat geen kalk die al in de installatie zit weghalen. Misschien een beetje, maar het is niet hetzelfde als een zuur. Het gaat wel zorgen dat er zich geen nieuwe aanslag vormt. Dus zodra alles schoon is, je gaat hiermee reinigen, kan je de zuurreinigingen sterk terugbrengen tot misschien 2 keer per jaar, afhankelijk hoe vaak je produceert. En kan je dus besparen op reinigingstijd. Want je kan met maar 1 product en minder reinigingen hetzelfde bereiken. En dit zijn van die stofjes waarvan eigenlijk niemand doorheeft dat het erin zit. Maar zoals je kan zien, het doet echt iets. Mooi. Dan kunnen we weer terug naar de presentatie. Wat was nou de toevoeging die erin zat dan? Die kalkbinder. EDTA heet dat. Ja. En daarvan kan je ook nog, maar dat gaat voor de schaal waarop we hier bezig zijn te ver. Je kan ook meten hoeveel van die gebonden EDTA erin zit. En dan kan je dus zien hoeveel heb ik ooit toegevoegd, hoeveel is er verbruikt, wat zit er nog in. Maar dan ga je echt heel ver en dan heb je het echt over hele grote fabrieken met gestandardiseerde processen. Dat is voor hier niet interessant. Dan hebben we ook nog te maken met desinfectie. We gaan uiteraard eerst reinigen, maar reinigen is niet hetzelfde als desinfecteren. Bij reinigen doen we niks anders dan de vervuiling eruit halen, zorgen dat alle oppervlakten weer in een begincondictie komen. Maar er kunnen nog micro-organismen in zitten en die moeten afgedood worden. We willen wel eerst zoveel mogelijk van die micro-organismen eruit hebben. Want als het nog helemaal vol zit en we gaan desinfecteren, dan is dat niet schoon. Want er zijn er altijd hoekjes waar nog steeds micro-organismen zitten die niet afgedood zijn. Hebben we problemen. Dus het is heel belangrijk dat de reiniging goed is voordat er een desinfectie plaatsvindt. Volgende. Desinfecteren kan op verschillende manieren. Dat kan chemisch. Dat doen we eigenlijk voornamelijk in de brouwerij als we het hebben over het productieproces. Dat kan ook fysisch. En dan hebben we het eigenlijk meer over pasteuriseren of steriliseren. Ik denk niet dat er hier brouwerijen tussen zitten die daarmee te maken hebben. Maar er zijn ook
ja, wat grotere kleine brouwerijen, om het zo maar te zeggen, die ook pasteuriseren, waarmee je dus door een hittebehandeling micro-organismen gaat afdoden. Kan ook gebeuren met procesapparatuur, wordt vaak in de praktijk niet gedaan omdat het kostbaar is. Want dat betekent dat je een hele tank naar 80 of 100 graden moet gaan brengen om hem steriel te maken. En dan is een klein beetje chemie vaak goedkoper en efficiënter dan alles heet stoken. Volgende. We hebben ook een overzicht van verschillende soorten micro-organismen en wat daar nou goed op werkt. Ik heb even met een sterretje aangegeven wat we veel tegenkomen in een brouwerij. De gram-positieve bacteriën, dat is de eerste kolom met bacteriën, daar vallen de melkzuurbacteriën onder. Dat is allemaal onze grootste angst, denk ik. Daarnaast hebben we natuurlijk ook veel gisten. Aan de ene kant willen we die hebben, aan de andere kant willen we geen kruisbesmetting hebben. Dus ook die willen we afdoden. En schimmels, die kunnen ook goed groeien in bier. Echter, die hebben wel zuurstof nodig en die komen we vaak weer niet tegen in het bier. Dus in de praktijk zullen we daar niet altijd wat mee zien. Maar op het moment dat een installatie bijvoorbeeld stilstaat met nog een beetje vervuiling erin, dan kan er schimmelvorming optreden. De andere hebben we in de brouwerij eigenlijk niks mee te maken. En dat komt, daar hebben we geluk mee, bier is al bedorven. De pH van bier is zo laag dat de hoop micro-organismen daar niet in kunnen groeien. Dat is ook een leuke, als ooit de VWA een keer binnenkomt en ze gaan daar moeilijk over doen. Hoe waarborg je de voedselveiligheid microbiologisch? Laat maar zien dat je de pH meet. pH onder de 4,2 groeien geen ziekteverwekkers. Het is een veilig product. En wat we hier dus zien, is dat degenen die we in de brouwerij veel tegenkomen, die worden heel effectief afgedood door producten zoals chloor en door peracijnzuur en door alcoholen. Nou, ik denk dat iedereen er wel mee bekend is met de werking. Van die drie komen chloor eigenlijk nog het minste tegen in de brouwerij. En dat heeft er voornamelijk mee te maken dat als er een restantje chloor in het bier terechtkomt, dat dat echt de smaak van het bier compleet kapot maakt. Eén druppeltje chloor in een tank is voldoende om het hele bier te verzieken. Dus daar willen we dat eigenlijk zo min mogelijk in een brouwerij hebben. Het wordt nog wel eens gebruikt voor oppervlakken, vloeren, noem maar op. Maar in procesapparatuur kom ik het weinig tegen in brouwerijen. Je zou het wel periodiek kunnen doen, omdat chloor naast een desinfecterende werking ook een extra reinigende werking heeft. Want het chloor maakt ook organisch materiaal kapot. Dus als je een keer een vervuiling hebt die er niet helemaal lekker uitkomt met alleen een alkalisch middel, kan een gecombineerd chloor-alkalisch middel dat er wel uithalen. Maar dat zou ik altijd tot een minimum beperken. Dat je niet het risico wil lopen dat er een restantje in het product komt. In theorie kan het natuurlijk nooit gebeuren. Maar als je iets kan uitsluiten, is dat altijd beter dan dat je dat toch gaat proberen. Volgende. SIP-reiniging. Iedereen hier is bekend met het principe van SIP. Ja. Zien we veel in brouwerijen en andere industrieën waar met vloeibare producten wordt gewerkt. Omdat alles zit in gesloten systemen met leidingen, met pompen. En daar kan je dus ook heel makkelijk vloeistoffen doorheen pompen om te reinigen. Het doel is daarbij vaak om met zo min mogelijk handelingen, zo geautomatiseerd mogelijk proces, de boel schoon te maken. En dat zien we dus vooral in leidingen, tanks, warmtewisselaars, koelers, noem maar op. Heel bekend in brouwerijen. De wat kleinere brouwerijen willen ook nog wel eens handmatig een hoop doen. Maar ja, ook hier zie je al een hoop dingen van SIP terugkomen. Volgende. Hoe gaat dat? Nou, je hebt een SIP-unit, dus dat kan in diverse uitvoeringen zijn, maar in de basis zijn dat altijd een aantal tanks met een pomp. En daar worden de vloeistoffen aangemaakt, daar wordt de concentratie, de temperatuur van die reinigingsvloeistof geregeld en die wordt daar vandaan naar het object gestuurd wat gereinigd moet worden. De pomp is bepalend voor de mechanische actie. Het is dus heel belangrijk dat de pomp van de SIP-installatie klopt met hetgene wat je gaat reinigen. Als je een hele kleine pomp hebt en je gaat een hele grote tank reinigen, nou, dan kan je zelf al begrijpen dat die niet de hele tank gaat raken. Dat moet op elkaar afgestemd zijn.
Tanks wil je eigenlijk het liefst reinigen zonder dat daar vloeistof in staat. Maar aan de andere kant, als er niks in staat, kun je ook niks rondpompen. Wat je dus bij tanks nog wel eens ziet, is dat er pulserend gesipt wordt. Dus er wordt vloeistof naar de tank toegepompt, wordt teruggepompt naar de sipinstallatie, weer naar de tank, weer terug. Om zo ook te zorgen dat ook onderin die tank die mechanische actie komt. Als je daar een stilstaande vloeistof hebt, bijna stilstaande vloeistof, omdat die gecirculeerd wordt, heb je daar geen mechanische actie. Dat is eigenlijk een beetje een blinde vlek in zo'n reiniging. Want je denkt, nou, het staat toch vol met vloeistof, dat wordt schoon. Maar de mechanische actie is bijna nul. Dus het staat wel te weken, maar het komt niet los. En daarom is het vaak beter, zeker bij wat grotere installaties, om pulserend te werken. Dus je stuurt heen en terug en dat een tijd te doen om ook dat onderste gedeelte van die tank helemaal goed te reinigen. En wat je dan ook vaak ziet, is dat je ook een sip-retourpomp hebt die het dus weer terugpompt. Maar dat is vaak bij de wat grotere installaties waar je dat tegenkomt. Volgende. Het SIP-systeem zou je het liefst automatisch willen hebben. Ik begrijp dat dat hier niet overal het geval is. Maar zodra ook een brouwerij wat groter wordt, wil je dat weer zoveel mogelijk automatiseren. Ook om de foutmarge zo klein mogelijk te houden. Want als het apparaat altijd hetzelfde doet, dan zou het dus altijd goed of altijd fout moeten gaan. Maar je haalt de menselijke factor eruit, waardoor de kans op fouten kleiner wordt en je een meer gestandardiseerd proces hebt. Wanneer hij dat doet, dan gaat zo'n installatie altijd eerst testen van, is het circuit gesloten? Bijvoorbeeld door even een klein beetje druk erop te zetten en te meten van, blijft die druk erop staan of lekt alles gelijk weg? Nou, als alles gelijk weglekt, heb je een probleem, dan moet je gaan uitzoeken, waar zit mijn lekkage? Dan gaat hij voorspoelen. Dat is of gewoon met leidingwater of met teruggewonnen naspoelwater. Dus dat is eigenlijk het water wat na de reiniging gebruikt wordt om je meestal loog eruit te spoelen. En die wordt weer apart opgevangen. Die is heel zwak natuurlijk, maar die is wel prima om de eerste vervuiling eruit te halen. Dan gaan we reinigen, naspoelen met water, desinfecteren. En daarna moet er altijd weer met drinkwater, of kiemvrij water, nagespoeld worden. SIP-programma kan van bedrijf tot bedrijf heel erg verschillen. Jan? Omdat het niet altijd nodig is om gelijk te desinfecteren. En het ligt er ook aan, bijvoorbeeld een brouwketel wordt niet gedesinfecteerd. Nou ja, een brouwketel ook niet. Die wordt alleen gereinigd. Dus daarom is die optioneel. Kijk, een tank wordt gedesinfecteerd, maar een ketel, ja. En het kan soms ook uit elkaar getrokken worden. Er zijn ook dingen die niet gedesinfecteerd worden, maar gesteriliseerd met heet water. Dus ja, vandaar is dat hier als optioneel. En er zijn meerdere mogelijkheden hoe je dat kan aanvliegen. Volgende. Er zijn dus verschillende systemen. Ik denk dat de meesten hier werken met een verloren reiniging. Dat wil zeggen, je hebt gewoon een tankje, daar ga je een oplossing maken. Je gaat een paar keer rondpompen en dan laat je het putje inlopen. Het voordeel daarvan is, je hebt een lage investering in apparatuur. Nadeel is, je hebt een hoog verbruik op reinigingsmiddelen en ook energie. Want je gooit vaak hete reinigingsmiddelen een putje in. Kost ook geld. Dan heb je SIP-systemen die hergebruiken. Dus dat zijn een aantal vaste tanks waarin de vloeistof wordt teruggewonnen. Die wordt gemeten, geconditioneerd en hergebruikt. Die kan van tijd tot tijd ook ververst worden, maar in de praktijk zie je vaak dat dat weinig gebeurt, omdat onderweg zoveel verliezen zijn dat het zichzelf steeds een stukje ververst, waardoor het op een vast niveau blijft. Dan heb je een centraal SIP-systeem. Dus dat is een systeem met verschillende leidingen naar verschillende delen van een fabriek of een brouwerij waar het nodig is. En een decentraal systeem, dat wil zeggen je hebt één systeem wat op één tank of één object wordt gezet om te reinigen. Volgende. Dit is dan een schematische weergave van een systeem waarbij je het weggooit. Daar zie je dus water komt in een tank. Vanuit de tank gaat het de leiding in, daar wordt er een middel aan toegevoegd. Gaat door de pomp, door een warmtewisselaar wordt het opgewarmd en dan gaat het naar het object dat gereinigd moet worden. Het komt terug,
kan circuleren en uiteindelijk kan het nergens opgeslagen worden en moet het dus afgevoerd worden in het putje. Dan hebben we nog een volgende systeem. Dit is een SIP-systeem waarbij er hergebruik kan plaatsvinden. Hier zie je dat er dus verschillende tanks zijn, specifiek voor een bepaald product. Dus je hebt één tank waar een alkalisch product in zit, een tank voor een zuur product, bijvoorbeeld een tank met een desinfectiemiddel. Het kan nog een voorspoeltank bij zitten, een naspoeltank. Je kan het zo gek maken als je zelf wilt. En hier kan over zo'n tank gecirculeerd worden. En daarbij wordt dus je reinigingsvloeistof hergebruikt. En kan je veel efficiënter omgaan met je energie en met je chemie. Nou, hier hebben we dat nog een keertje zwart op wit staan. Duidelijk, als je niet hergebruikt, lagere kosten qua investering, hogere kosten qua gebruik en andersom bij als je wel hergebruikt. Wat meet zo'n SIP-systeem nou? Nou, er zitten vaak een aantal sensoren in die leidingen, gekoppeld aan een computersysteem dat registreert, meet en eventueel bijstuurt. De flow wordt gemeten, want ja, we kunnen alles aan hebben staan, maar er zit een luchtbel in de pomp, het werkt niet. En we denken dat we gereinigd hebben, maar dat hebben we niet. Dus er wordt gecontroleerd van, wordt er daadwerkelijk vloeistof rondgepompt? De druk kan gemeten worden. Wat ik zei, aan het begin wordt het systeem eventjes kort onder druk gezet om te kijken, zitten er geen lekkages in? Geleidbaarheid, wat ik net liet zien, daarmee controleer je dus de concentratie van het middel wat erin zit. Temperatuur is vaak een vereiste. Je hebt een minimale temperatuur om je reiniging te kunnen halen. En de tijd. En daarmee wordt het allemaal automatisch aangestuurd. En staat ook automatisch geregistreerd van kijk, mijn reiniging is goed geweest. Wat daarbij wel heel belangrijk is, is dat de sensoren op de juiste plek zitten. Je zou denken, dat is logisch. Ik kom ze nog steeds tegen. Zoals je hier de twee meest rechtsonder ziet, als je een sensor bovenaan in de leiding zet en het zit op het hoogste punt, daar gaat zich ook de lucht verzamelen, die gaat niet meten. Dus het is vaak belangrijk dat er een zakstuk in de leiding wordt gezet met daar de sensor, zodat die altijd in de vloeistof staat. Lijkt heel simpel, wordt in de praktijk heel vaak vergeten. Wat ook heel belangrijk is, als je met leidingen werkt waar je vloeistoffen doorheen gaat pompen, is de flow. Als je een lage flow hebt in een leiding, een hele lage flow, dan zie je eigenlijk het eerste plaatje, dan komt nog niet eens de hele leiding vol te staan met vloeistof. Want er zit altijd wat lucht in en de vloeistof gaat zo langzaam dat hij de lucht niet meeneemt. Als je iets hoger gaat zitten in snelheid, dan zit je op ongeveer 1 meter per seconde, heb je een laminaire flow. Wat houdt dat in? Dat zijn allemaal laagjes. Aan de wand loopt die minder hard als midden in de leiding, want aan de wand heeft hij veel wrijving. Maar het zijn wel allemaal laagjes die langs elkaar heen stromen. Dat betekent dus dat er eigenlijk heel weinig mechanische kracht is. Want het loopt er alleen maar langs. Als je dan naar 1,5 meter per seconde of hoger gaat, krijg je een turbulente flow. Dan gaan die laagjes gaan door elkaar heen. Dan gaat de vloeistof in de leiding alle kanten op, raakt alles. Dan heb je een hoge mechanische actie. Als je te maken hebt met leidingssystemen, wil je altijd een turbulente flow hebben om te kunnen reinigen. Het is dus heel belangrijk dat je die 1,5 meter per seconde haalt. Is in de praktijk vaak niet te meten. Is wel vaak een makkelijke oorzaak als je ziet dat een leidingssysteem niet goed schoon wordt. Dan is waarschijnlijk de pomp die erachter staat niet sterk genoeg om die mechanische kracht te leveren. Volgende. Heb ik een voorbeeldje van, heb ik ooit zelf meegemaakt. Bij een brouwerijtje waar ik werkte is een aanpassing geweest aan het SIP-circuit voor de wortkoeler. Daar moest handmatig een slang opgezet worden waar hete loog doorheen ging. Die slang is daar wel eens afgeschoten, dat wilden we anders hebben, hebben we vast leiding voor gemaakt. Waarbij het circuit iets anders kwam te liggen via een iets andere pomp. En verder waren alle condities hetzelfde. En toch merkten we dat bij één specifiek bier af en toe er een besmetting in zat. Het was niet terug te herleiden waar dat vandaan kwam. Is er iemand die een idee heeft wat dat zou kunnen zijn?
Waar zou je gaan zoeken? Het was maar bij één bier. En ook niet altijd. Ja, maar dat verschilde ook allemaal niet zo. De bieren waren allemaal redelijk gelijk. Het bier waarbij het gebeurde was het zwaarste in alcohol, ook het hoogste in restsuikers. Maar eigenlijk ontliep het elkaar allemaal niet zo. En toch, bij één specifiek bier, af en toe... Nee, dat was ook hetzelfde als daarvoor. Daar is ook niks aan veranderd. Nee, het was echt terug te herleiden naar de reiniging. Maar ja, ik had een beetje hetzelfde als wat jullie hier nu allemaal hebben. Ik kwam er niet uit. Ik ben maanden aan het zoeken geweest. Ik heb alles uit elkaar gehaald. Nergens iets te vinden. En het was dus inderdaad heel vreemd dat het alleen maar af en toe bij dat ene specifieke bier was. Uiteindelijk heb ik Diversie erbij gehaald. Die kwamen met een heel interessant meetapparaat. Konden ze op de leiding zetten, konden ze de stroomsnelheid in de leiding meten. En daar kwam uit dat mijn stroomsnelheid 1,4 meter per minuut was. Dus net onder die grens van die 1,5 meter. Dat betekent dat in de wordkoeler, waar je flow heel laag wordt, want je hebt een heel groot oppervlak, want dat wil je, je wil veel warmte uit kunnen wisselen, was mijn mechanische kracht te laag. En dat bier dat had zoveel restsuikers, ja, dat vonden die micro-organismen wel lekker. Die gingen daarmee aan de haal. Had ik zelf nooit achter kunnen komen. Omdat het zo net op die grens zat. Nou, daarna hebben we nog wat leidingwerk laten aanpassen. Waardoor er met een andere pomp gereinigd kon worden. Toen zat ik boven die 2 meter. Nooit meer problemen gehad. Maar zoiets stoms, zoiets kleins kan het zijn. Waar een probleem in kan zitten. Je zegt net dat je in de wordkoeler altijd een lagere stroming hebt. Ten opzichte van je aanvoer, van je leiding, zeg maar. Dus eigenlijk moet je hoger dan 1,5, zodat je die 1,5 meter per seconde overhoudt in je wordkoeler. Nee, want de wordkoeler is weer zo ontworpen dat hij zelf de stroming turbulent gaat maken. Er zitten allemaal van die geribbelde platen in, weet je wel. Het is geen leiding, maar het zijn allemaal hele dunne kanaaltjes, waardoor er ook wel een turbulente stroming is. Maar ook dan moet je in de aanvoer wel op die 1,5 meter zitten. Oké, dus eigenlijk was die vaste leiding waarschijnlijk net als te wijd. Nou, de pomp was net iets te, ja, zwak, te, ja, zwak. Te zwak voor, ja, voor de leiding. Maar dan... Ja, okay. Dus, en door dus met een andere pomp te gaan werken was het probleem opgelost. Maar ja, de enige manier om daar achter te komen is dat te meten en die getallen te kennen. Want anders zou je denken van ja, maar het loopt er doorheen, ik zie het stroom, het gaat goed. Hoe kan dit? Volgende. Waar we ook veel mee te maken hebben met sipreiniging zijn sproeibollen. Ik denk dat iedereen wel bekend is met wat een sproeibol is. Er zijn ook een paar voorwaarden voor. Het liefst wil je ze niet vast monteren, want je wil hem eruit kunnen halen. Je wil hem schoon kunnen maken als er bijvoorbeeld vervuiling in de sproeibol komt te zitten. He, dan kunnen wel eens vaste deeltjes meekomen, dan gaat de sproeibol dicht zitten. Doet hij zijn werk niet meer. Ze moeten op de juiste plek in de tank gemonteerd worden. Ook daar denk je, klinkt heel logisch. Ook die ben ik tegengekomen. Er zit er ergens een dode hoek in de tank. Want er zit wel een sproeibol, maar er zit bovenop de tank nog een verhogingtje. De sproeibol sproeit er heel mooi langs. Maar niet erin. En de juiste sproeibol. Er zijn heel veel verschillende sproeibollen te krijgen. Een leverancier zal er altijd bij vertellen wat is de flow, wat is de druk die nodig is voor die sproeibol om hem optimaal te laten werken. Want ook hier kan je te hoog en te laag zitten. Je wil in het ideale gebied van die sproeibol zitten. En je wil ze af en toe eens controleren of ze nog schoon zijn. Grofweg kunnen we ze verdelen in 2 types. Het zijn de statische sproeibollen. Ik denk dat we daar allemaal het meest mee bekend zijn. En de dynamische sproeibollen. Dat wil zeggen sproeibollen die gaan roteren. Zo'n roterende sproeibol heeft wat voordelen. Die heeft wat meer mechanische actie. Omdat die een geconcentreerdere straal heeft die door de tank heen gaat bewegen. Hebben ook weer wat onderhoud nodig die statische sproeibollen weer niet hebben. Sorry? Nou, er zitten lagers in, die kunnen kapot. Hij kan vast gaan zitten. Ja.
Volgende. Hebben we hier nog een voorbeeld wat er gebeurt als je hem niet goed gebruikt. Dan zie je bijvoorbeeld helemaal links, als je te veel druk of te veel flow hebt, dan schiet hij vanuit de sproeibol gelijk boven naar de tank, ketst af en de hele bovenkant van de tank wordt eigenlijk niet geraakt. Je denkt, ik ben lekker bezig, veel kracht erop, maar eigenlijk heb je een hele grote blinde vlek in je tank zitten. Als je optimaal werkt, dan zie je in het midden, dan sproeit hij heel mooi tegen de bovenkant van de tank, vormt zich een filmlaag langs de tank naar beneden. Alles wordt geraakt, alles wordt gereinigd. Het kan ook zijn dat je te weinig druk hebt en dan heeft hij niet voldoende flow om die wanden te raken en dan valt het eigenlijk van de sproeibol zo naar beneden, wordt de tank ook niet geraakt. Dus je kan zowel te hoog als te laag zitten. Iets anders, waar we in de brouwerij wat minder mee te maken hebben, maar ook wel belangrijk is, dat is OPC-reiniging, open plant cleaning. Dat wil eigenlijk zeggen alles om ons heen. We maken de apparatuur niet heel veel open in een brouwerij. Dat wordt allemaal met SIP gereinigd, maar ook de vloeren, de tanks, de wanden moeten ook schoongemaakt worden. Dat wordt nog wel eens vergeten. We zijn heel hard bezig met wat er in die tank zit, maar de buitenkant van die tank, ja, wordt wel een keer schoongemaakt, maar heeft niet de hoogste prioriteit. Ook daar zijn oplossingen voor om dat wat makkelijker te maken. En te zorgen dat je dat ook goed onder controle houdt. Want uiteindelijk, we hebben ook allemaal bezoekers in onze brouwerijen. En we willen toch dat de schone netjes uitziet. Wat je vaak ziet bij de OPC-reinigingen, is dat je handmatig reinigt. Of dat je onderdelen in een bak laat weken. Dat valt daar ook onder. Dat zien we ook wel in brouwerijen. Ik zie hier nog een voorbeeld staan. We hebben een onderdeeltje van de tank, halen we eraf, leggen we in een bak met reinigingsmiddel en dat halen we eruit als we het nodig hebben. Het is schoon. Wat we veel zien is schuimreinigingen, daar komen we zo nog even op terug. Dat kan op verschillende manieren. Of met een hoge drukreiniger, nou, dat zullen we in een brouwerij wat minder zien. Of met speciale vloerreinigingsmachines, maar die komen we eigenlijk in een brouwerij ook niet zoveel tegen. Voor die schuimreiniging hebben wij een aantal producten, dat zijn de Enduro producten. Wat je namelijk traditioneel ziet, je had vroeger of schuimreinigingsproducten, dus gewoon ja, alkalisch middel met een zeep. En dat valt heel snel van een oppervlak af, heeft weinig mechanische actie. Of gelproducten, dat is echt een dikke gel, die blijft erop plakken en die moet je echt hard eraf spuiten. Die zijn alleen vrij kostbaar. Dit zijn middelen. Die zitten daar een beetje tussenin. Die hebben de eigenschappen van allebei. Voordeel wat je dan hebt, is dat het een lange contacttijd hebt. Veel mechanische actie. En makkelijk te verwijderen. En lager in de kosten. Waardoor je dus een lagere dosering kan gebruiken. Minder water nodig hebt. In een kwartiertje tijd laat inweken, afspuiten. En dan is alles schoon. Volgende. Hier hebben we wat plaatjes van de verschillen tussen een schuim en een enduro product. Dan zie je elke keer links het enduro product, rechts schuim. En je ziet dus dat als je het inschuimt, ziet het hetzelfde uit. Na 1 minuut zie je al verschil. Dat het schuim begint er allemaal af te zakken. En het andere product blijft er aan hangen. En iedereen snapt, als het schuim eraf is, doet het niks meer. Dus je hebt heel weinig effectieve werking van je producten eigenlijk. Waar we dan op willen letten bij schuimen, alles gewoon een dun laagje inschuimen is voldoende. Het moet even inwerken. Je moet het niet te lang laten zitten, want als het indroogt is het weer lastig om te verwijderen. En afspoelen. En zo simpel is het. En daar heb ik ook nog een demonstratie van. Kan ik hier een tankje... Kijk, we hebben een heel mooi systeem waarbij op een spuitpistool voor water kan een tankje geklikt worden. Hier zit het Enduro product in en daarmee kan de hele boel ingeschuimd worden. Deze eventjes, gaat dat? ik hoop dat iedereen het kan zien, anders kan je zo ook wel even hierheen komen lopen om te kijken. Ik zal hem eerst eens eventjes...
Kijk, en eigenlijk is het gewoon heel simpel. De hele boel inspuiten met het schuim. Ik doe alleen even de voorkant, want als ik aan deze kant ga spuiten, denk ik dat... En je ziet nu eigenlijk al dat het mooi aan de tank blijft kleven. Je ziet dat het echt een dik gelvormend schuim is. Vooral op de konus zie je dat heel mooi. Nou, dit laten we even een paar minuten inwerken, dan spoel ik het zo af. En dan kunnen jullie zien hoe dat werkt. Ik heb overigens verderop een tank. Heb ik vanmiddag al een klein stukje gedaan. Dan kan je heel mooi zien waar ik wel en niet geweest ben. Als jullie straks klaar zijn, moet je maar even kijken. Dat is tank nummer 10 daar. Daar zie je heel mooi een schone vlek op zitten. Voordeel is ook, in dit product zit dus weer die kalkbinder. Als je dus met water gaat afspoelen, krijg je ook geen aanslag van kalk op je tank. Daarom dat ik die andere tank eerst wilde doen. Dan kan je dus zien als het opdroogt, dat het ook heel mooi schoon is. Ja, dan gaan we zo mee verder. Even inwerken en dan... Doe maar volgende. Nou, hier komen we zo bij het afspoelen. Je wil het vuil en de reinigingsvloeistof wegspoelen. Daarbij is het belangrijk dat je de juiste watertemperatuur hebt, de juiste waterdruk en de juiste flow. Ja, dat is eigenlijk... Bijna elke slang uit de kraan in Nederland voldoet eraan. Ja. Engineering. Een stukje waar ook vaak overheen gekeken wordt. Komen we ook veel tegen bij klanten. Je hebt chemie, dat wil je toevoegen ergens. Nou, als je heel klein bent, doe je dat gewoon met een kannetje erin. Maar zodra je iets groter wordt, dan komt er toch al wat meer bij kijken. Dan hebben we het bijvoorbeeld over de opslag van de middelen en het doseren. Dus dat kan geautomatiseerd, maar ook semi-automatisch. SIP-installaties, OPC-installaties, denk aan schuimsystemen. Dit is er al een heel klein voorbeeld van, maar dit kan ook groter, uitgebreider. Baansmering, bij de brouwerijtjes die wat groter zijn met vullers, met flessenbanen. Persoonlijke hygiëne. Nou, zo zijn er heel veel dingen die daar ook allemaal bij komen kijken, waar eigenlijk niet altijd over nagedacht wordt. Hier hebben we wat voorbeelden van het doseersysteem. Dus daar komt een groot vat naast te staan, met chemie. Dat wordt overgepompt in het kleine tankje wat je ziet. En vanuit het kleine tankje met een pompje wordt dat weer in een installatie gedoseerd. Dit is uiteraard iets voor een vrij grote installatie. Opslag. Het is je vergeven. Een stukje opslag wordt ook nog wel eens vergeten, maar ook de kleine hoeveelheid kannetjes waar we hier allemaal mee werken, moeten allemaal netjes op een lekbak staan. Als er controle komt van de milieudienst, kan je daar een hoop problemen mee hebben. Dus denk daar ook over na dat dat ook netjes moet gebeuren. Verschillende producten op verschillende lekbakken, niet alles mag bij elkaar staan. Zijn ook dingen om over na te denken. Te maken met de inhoud van de lekbak? Ja. Ja, de inhoud van de lekbak moet altijd groter zijn dan wat er op staat aan product. Ja. SIP-installaties, daar hadden we het net natuurlijk al even over. Wat je ziet, sensoren op de juiste plek erin hebben zitten. Dimensionering van de installatie, die moet kloppen met hetgene wat je gaat reinigen. Ja, noem maar op. Er zijn een hoop dingen waar in de praktijk niet altijd even goed over nagedacht wordt. Schuimreinigingen. We hebben hier net een heel klein voorbeeld gezien. Het kan ook groter. Bijvoorbeeld met een centraal systeem. Dat houdt in, er staat een doseerinstallatie met een waterleiding. Er wordt schuimmiddel in het water gedoseerd en het gaat naar diverse afnemers door een fabriek waar aan de muur een haspel hangt. Die trek je uit en kan je spuiten. Kan ook decentraal, dat wil zeggen er is één waterleiding, die gaat ook naar verschillende haspels en per haspel wordt daar
middel gedoseerd. Dat is heel handig als je met heel veel verschillende middelen werkt. En het kan ook met een mobiel systeem. Wat je daar bijvoorbeeld ziet is zo'n schuimtonnetje. Dat is eigenlijk gewoon een tankje waar water en waar middel in gaat. Sluit je perslucht op aan. Kan je overal mee naartoe nemen. Kan je alles inschuimen. Dit is heel leuk voor deze schaalgrootte. Als je een stap groter gaat, dan kom je daarin terecht. Want dan ga je hiermee, ben je te lang bezig om alles in te schuimen. Sipcheck. Iets wat we ook doen is bij bedrijven gaan we gewoon kijken van ja, is alles nou in orde? Er komen vaak heel veel meetwaardes uit zo'n proces, maar niemand weet waar je eigenlijk aan doen bent. En ook daar hebben we in de praktijk veel gezien dat er heel veel dingen verbeterd kunnen worden. Daarmee heb je ook een stukje optimalisatie, minder energieverbruik, minder tijd, minder chemie, meer productietijd, ontwerpfouten die er wel eens uitgehaald kunnen worden. Zeker als je een wat grotere schaal zit, wordt dat heel interessant. Hier hebben we bijvoorbeeld een voorbeeld van een zuivelfabriek. Daar hebben we door middel van gewoon eens een keer door de SIP-installatie te kunnen lopen 13.393 kilowatt kunnen besparen, 90.000 kuub aan water, 1,26 miljoen kilo aan chemie en 600.000 aan kosten kunnen besparen. Uiteraard, dat is niet goed voor onze omzet, maar wel goed voor onze klanten. Ja, nou, dan zal ik ondertussen die tank eventjes afspoelen. Nou, dan kan je zien dat je eigenlijk met heel weinig moeite kan je gewoon lekker makkelijk schoonmaken. En dit zijn toch de dingen die vaak wat blijven liggen. Werkt ook op muren, vloeren, noem maar op. En dan kan je gewoon zeggen, nou, we doen één keer in de week schuimen we alles even in, afspuiten en het is weer schoon. Als je echt een hele sterke vervuiling hebt uiteraard, dan zou je er ook wat bij moeten borstelen. Maar als je dit regelmatig doet, je houdt de boel bij, dan ziet alles er gewoon blinkend uit. Nee, alleen als je echt met hele zachte metalen te maken hebt, aluminium, dat soort dingen, ja, dan moet even gekeken worden van, is dit het juiste product? We hebben ook wat andere producten die echt voor zachte metalen zijn. Maar eigenlijk wat je normaal gesproken in een brouwerij tegenkomt, is dit gewoon prima. En kan je gewoon lekker makkelijk alles mooi schoonmaken. En wat ik al zei, verderop is de tank, die is al opgedroogd. Kan je straks ook zien hoe dat eruit ziet. Er blijft geen aanslag achter. Alles blinkt heel mooi. Heb ik nog een aantal voorbeelden van de producten die wij hier gebruiken. De Sipton VC11, dat is het product wat ik hier net ook heb laten zien. Dat is de alkalische reiniger met kalkbinder en nog een aantal andere componenten om er een complete reiniger van te maken. Dus het is ook een middel wat completer is dan wat we bij de meeste van onze collega's zien wat ze aanbieden. Voordeel is dat je met een wat lagere concentratie kan werken en wat minder risico hebt dat je bepaalde vervuiling mist.
hebben we nog de T686. Dat is ook een alkalische reiniger, maar dan met chloor. Dat is bijvoorbeeld een product om periodiek een keer in te zetten. Om wat extra vervuiling eruit te kunnen halen. En microbiel de boel een beetje onder controle te houden. Non-stick is een zure reiniger. Als ik al aangaf, als je werkt met die Sipton, dan is dat zuur eigenlijk niet meer zo nodig. Dan kan je dat periodiek nog eens een keertje gebruiken. Maar als je dat twee keer per jaar door de installatie laat gaan, dan als je niet met extreem hard water werkt, gaat dat prima. Divasan Active, desinfectiemiddel op basis van perazijnzuur. Ik denk dat we daar ook allemaal wel mee bekend zijn. Eta Plus is alcohol, desinfectiealcohol. En dan hebben we de Enduro Plus en de Enduro Super. Dat zijn de schuimreinigingsproducten. Eén heb ik net laten zien en de andere heeft ook nog een beetje chloor. Dus op het moment dat je zegt, nou, we hebben bijvoorbeeld last van schimmelvorming, omdat je in een hele vochtige omgeving zit, zou ik zeggen, pak een middel met chloor om de schimmels een beetje onder controle te houden. Ook om nog even terug te komen op die desinfectie, die Divasan Active. Wat ik daar ook vaak zie, er wordt gewoon wat toegevoegd, maar er wordt ook eigenlijk nooit wat aan gemeten. Dat is ook best lastig. Maar er is eigenlijk een vrij makkelijke controle om toch iets te zeggen over je desinfectie. En dat zijn gewoon hele simpele teststripjes. We kennen ze misschien wel van de pH-papiertjes. Die werken ongeveer hetzelfde. Hij begint kleurloos. Dan hebben we een beetje desinfectieoplossing. En hij verkleurt. En kunnen we met de kleurtjes heel mooi bepalen wat is de concentratie. Ook daar zie je vaak, er wordt of zwaar overgedoseerd of ondergedoseerd. Zeker als je een systeem hebt waar nog water in zit, je voegt wat desinfectie toe en dat gaat zich met elkaar vermengen. Je weet eigenlijk niet zo goed wat je aan het doen bent. Deze zijn gewoon op internet te bestellen. Dan kan je heel makkelijk controleren wat je aan het doen bent. Dat was het. Zijn er vragen? Hebben jullie die dan? Ja, die hebben wij ook wel. Maar het is goedkoper als je gewoon op internet bestelt. Peroxide teststrips. Als je daar op googelt, dan. En als je het wil weten, dan kan je me altijd een mailtje sturen of een berichtje. Dan kan ik wel even doorgeven waar je op moet googelen. Maar ja, er zijn gewoon zeker leveranciers van laboratoriumspullen die hebben dat gewoon. Kijk, wij kunnen het ook altijd leveren, maar dat is minder goedkoop als je het rechtstreeks bij de leverancier vandaan haalt. Voor ons is dat ook maar bijzaak. Ja, desinfectie met basis koelend water, is dat niet gevaarlijk om dan weer een bepaalde infectie erin te krijgen? Klopt, daar moet het ook altijd steriel water zijn, maar het is wettelijk verplicht. Ik mag niet zeggen dat je het niet mag doen. Ik weet dat iedereen het doet, maar ik mag het officieel niet zeggen dat je niet mag naspoelen. Maar het is dus niet raar als je het niet doet? Niemand doet het. Maar officieel moet ik zeggen dat je moet naspoelen. Ja, ik zou zeggen dat water naspoelen. Nee, maar je kan water kiemvrij maken. Dus ja, of door een speciaal microfilter halen of op een andere manier steriel maken. Maar er is geen desinfectiemiddel in de wereld wat wettelijk gezien niet nagespoeld moet worden. Uitblazen of controleren. Ja, nee, we weten allemaal dat waterstofperoxide valt uit elkaar in water en zuurstof. Ja. Dat doet helemaal niks, maar toch, van de wetgever moet het nagespoeld worden. Ik heb een vraag. Je weet dat heel veel brouwerijen met problemen hebben met de infectie van het diastatiumschist. Mm-hmm. Er zijn erbij die is namelijk gewoon bijna niet uit de installatie krijgen. Jij daar een aantal tips voor? Ja, je zou eens een keer met een ander reinigingsmiddel kunnen proberen. Dat wat ik net aangaf, die T686, dus alkalisch chloorhoudend. Heb je ja, toch wat extra werking van het chloor dat ook ja, vervuiling weghaalt. En een stukje microbiel de boel omlaag brengt.
Aan de andere kant, als je met een normale reiniging dat er niet uitkrijgt, dan betekent dat er iets in reiniging niet op orde is. Kan ik niet zo van een brouwerij zeggen, nou, dat is er fout. Maar dat betekent waarschijnlijk dat er ergens een dode hoek zit of dat de voorwaarden niet gehaald worden voor een reiniging. Moet je in die hoek gaan zoeken. Maar dat is, ja, bijvoorbeeld hè, een flow die niet op orde is, een sproeibol die te veel of te weinig druk krijgt. Ja, dat is heel specifiek voor waar het probleem zich voordoet. De meest simpele oplossing, wat jij zegt, is gewoon probeer gewoon een andere deur. Ja. Ja. En probeer er eens een keer een expert bij te halen die ernaar kan kijken en die misschien zo kan aanwijzen, oh, maar daar zit een dode hoek, daar moet je eens een keer wat aan veranderen. Hoe weet je of een sproeibol te veel of te weinig druk krijgt, behalve dat het niet schoon wordt? Dat zit ja. Maar, nou, het zit er niet zo. Het zit er nergens probleem mee gehad, maar je hebt toch een sproeibol is gehad. Ik denk dat die sproeibol is lekker aan het werken. Ja. Ik heb geen raam of zoiets. Nee. Je kan het bijvoorbeeld testen. Je kan de werking van een sproeibol testen door dat is een speciaal spulletje. Dat kan je in de tank smeren. Dat ligt op met een UV-lamp. Dan ga je een reiniging doen en daarna ga je met de UV-lamp erin. Kan je precies de dode hoeken zien. Wat je ook kan doen, waar ik altijd mee zou beginnen, is gewoon eens opvragen bij de leverancier van, hey, wat zijn nou de specificaties van die sproeibol? Hoeveel druk moet je hebben? Hoeveel flow moet je hebben? En dan eens kijken van, zit ik hier? Zit ik erboven? Zit ik eronder? Ja, dat weet je dan vlak voordat het naar deze sproeibol gaat. Ja. Ja, ja. En dan, dan heb je echt wel een duidelijk, en vaak hebben ze best een breed bereik, die sproeibollen. Maar ja, zodra je er buiten komt, dan zit je gewoon in de gevarenzone. Ja, dat is vooral het papierwerk om dat uit te zoeken. Platenkoeler. Ja. Hoe maak ik die beeld van je? Als we elkaar moeten, maar dat durf ik eigenlijk niet. Ja, ik zou toch adviseren om dat periodiek wel een keer te doen. Want je kan er niet in kijken. En als jij niet zeker bent dat hij helemaal schoon is, zou ik hem toch eens een keer uit elkaar halen en kijken, er zit er niks tussen. Omdat er zulke dunne openingen tussen die platen zitten, daar kunnen vaste deeltjes gaan zitten en die komen er nooit meer uit. Ik zou altijd zorgen dat je voor een platenkoeler een filter hebt zitten die de grove delen eruit filtert. En daarnaast ja, met de juiste reinigingsmiddelen en de juiste flow, temperatuur, concentratie reinigen. En altijd tegengesteld reinigen. Dus je product gaat die kant op en de reiniging gaat de andere kant op. Maar ja, ik zou ook aanraden om een keer uit elkaar te halen. Het lijkt veel spannender dan het is. De pakkingen heb je nog een stuk? Nee, en die zijn altijd nieuw te bestellen. Ik zou het niet doen een uur voordat je moet produceren. Maar als je gewoon eens een keer een paar dagen stilstaat, haal hem op je gemakje uit elkaar. Het zijn gewoon twee platen die tegen elkaar geperst zitten. En elke plaat daartussen zit gewoon een rubber ring op. Ja, als je daar een beetje voorzichtig mee omgaat, dan is er niks aan de hand. Het enige wat wel belangrijk is dat hij weer precies naar de juiste dikte teruggezet wordt. Dus voordat je hem uit elkaar haalt, even opmeten. Wat is de afstand tussen de twee buitenkanten? En dan draai je de moeren gewoon allemaal een beetje gelijkmatig los. Dat hij niet helemaal als een soort harmonica uit elkaar vouwt. En altijd de platen op dezelfde plek laten zitten. Dus niet zomaar die platen eruit trekken en zomaar en hou ze op dezelfde volgorde. Maar als je een lange draad en er tussen de twee buitenste platen hebt zitten, dan kan je gewoon de moeren helemaal op het uiteinde erop laten zitten en de achterste plaat. En dan kan je die platen daartussen gewoon één voor één, dan kan je er als het ware doorheen bladeren, schoonspuiten en draai je alles weer tegen elkaar. Je kan ook met een waterbestandsdicht een schuine streep opzetten. Dan mocht je er dan per ongeluk twee uithalen, dan weet je dat de streep recht moet zijn en doorstaat. Ja. Die op die manier altijd, dan kan je maar op één manier elkaar zetten. Als je mazzel hebt, zijn de platen op de nummer. Ja, als je een wat luxere uitvoering hebt, zijn ze inderdaad genummerd. Maar ik heb je al heel vaak plaat voor de ruimte? Ja, ik heb het altijd gedaan. Alle brouwerijen waar ik gewerkt heb, één keer per jaar even uit elkaar halen. En dan zie je dat er toch altijd wat deeltjes in blijven zitten. Want ja, een stukje hop, dat blijft al hangen. Als een moutkorreltje meekomt, dat zit erin. Ja, dan wil fijn filteren. Ja, maar toch.
Ja, je wil gewoon zeker zijn dat het schoon is. En de eerste keer dat ik dat deed, vond ik het ook heel spannend. En toen had ik het een keer gedaan, toen dacht ik, is dit nou alles? Ja, dus, maar ik ben meer bang dat de pakkingen stuk gaan met een tijdje. Ja, maar die pakkingen zijn zo te bestellen. Tenzij je een of ander heel gek, obscuur merk hebt, maar als je... gewoon bij de... Dat kan je ook nog doen, gewoon bij de leverancier van die plaatkoeler eventjes een paar losse pakkingen bestellen. Dat je die op reserve hebt liggen. Maar die pakkingen stellen echt niks voor. Het is gewoon een soort hele grote O-ring. Ja, dat is ook. Ja. Maar ik heb nog nooit meegemaakt dat het kapot ging. Echt nog nooit. En ik heb koelers uit elkaar gehaald van 30 jaar oud. En er zaten de originele pakkingen. Ja. Maar het wordt ook zo tegen elkaar aangedrukt. Er komt bijna niks tussen. Nee. En wat ik zeg, ik heb echt koelers uit elkaar gehaald van 30 jaar oud. En er zaten originele pakkingen nog in. En die gingen zo weer in elkaar. Nooit lekkage gehad. Dus ik zou er niet zo bang voor zijn. Als je een schone plaatkoeler aantreft. Als je voor het eerst uit elkaar haalt. Het is echt zo goed schoon. Geen kalk. Dan slaap je rustig. Dan slaap je rustig. Nou, ik slaap al 5 jaar rustig. Maar als je uit elkaar aan je vies, dan slaap je niet meer rustig. Ja. En wat ik vaak gezien heb, is dat de waterzijde van de plaatkoeler ook nog... die wordt nooit gereinigd. Ja. En daar krijg je een hoop kalkaanslag. En dan gaat ook je efficiëntie van je koeler weer omlaag. En ja, dat wil je ook wel eens een keer gecontroleerd hebben. Van, is dat nog helemaal in orde? Aan de waterzijde van een warmtewisselaar... Daar komt nooit reinigingsvloeistof, er komt alleen maar water. Maar het water wordt wel verwarmd, dus krijg je kalkneerslag. En als je dat maar lang genoeg doet zonder te reinigen, dan zit hij op een gegeven moment ook helemaal vol met kalk. En dat zijn van die dingen, daar kom je achter door zo'n ding aan elkaar te halen. Maar ik had het gewoon heel mooi mee. Ja, je moet wel kunnen, maar er wordt vaak niet over nagedacht. Van, oh wacht even, dit moet ook een keer. Nee. Verder nog vragen? Het blijft angstvallig stil. Dan,